Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Hier ben ik weer met wat spiritueel nieuws. waar zal ik beginnen? Ik heb dus onlangs ook nog wat kristallen besteld. Zowel juwelen, zoals kristallen armbandjes. Die zal ik even laten zien aan jullie. Dit is een amethyste armbandje. Amethyst is een van mijn lievelingskristallen. Deze kristal staat ervoor bekend heel erg veel rust te geven en ja, ook te helpen je spirituele gaven te openen. Ik heb hier ook nog een andere prachtige armband. Dat is apatiet. Blauwe apatiet. En de apatiet is een van mijn lievelingskristallen. Ik vind de blauwe kleur heel erg mooi en ja, speciaal. En ja, de energie en de kleuren van trekken mij heel erg aan. Dus ja, ik dacht van ik wil wel graag ook een amethyst en apatiet armbandje. En dat is nu wel in orde dus bij deze. Ik heb ook nog altijd mijn aventurijn kristal rond mijn nek hangen. Deze prachtige groene edelsteen. Groen is, zoals ik al eerder heb verteld, mijn lievelingskleur. En ja, ik heb die dus nu altijd rond mijn nek hangen, deze avonturijn. Die geeft me ook heel erg veel rust. Ik ben ook heel erg blij met dat prachtige kristal natuurlijk. En samen met mijn spirit, mijn kristallen armbandjes, heb ik ook een prachtige kristal gekocht in een bolvorm. En deze noemt... we hebben ze genoemd de roze vuur. En dan ook nog, ja, dat is echt de roze vuurkristal. En zoals dat jullie zien, voelt deze ook, is echt heel prachtig, de kleuren. Ja, het is bergkristal. En dan is er nog een ander soort kristal mee verbonden. Wat dit kristal dus zo'n roze goudachtige gloed geeft. En ja, deze voelt ook echt heel erg zuiver aan. Ik heb me daar gisteren ook al op afgestemd toen de kristallen waren aangekomen. Ik heb deze prachtige bol ook goed verwelkomd. Ik heb me daar heel erg op mee afgestemd. Ik heb daar al een beetje mee samengewerkt. En ja, dit is echt, je voelt ook zo de vuurenergie daarvan afkomen, maar dankzij de bergkristal die er ook bij verbonden is, voelt deze ook heel erg zuiver aan. En ja, bergkristal staat er heel erg voor bekend, voor zijn zuiverheid, om je te helpen om zelf ook zuiver te staan in het leven. En dan met deze prachtige andere kristalsoort, waar ik de naam even ben van vergeten, ja, die dit kristal dus een roze goudachtige gloed geeft, die zorgt dus eigenlijk voor de vuurenergie die ervan afkomt. En ja, zoals dat jullie kunnen zien, heb ik ook mijn naam veranderd op YouTube. Ik heet nu Drakenzuster Natasha, omdat ik nog altijd heel erg met de draken werk. Ik zit echt in een soort van ja, drakenperiode. Omdat ik, zoals ik al eens heb verteld, werk ik met veel verschillende lichtwezens samen. Maar de draken, daar heb ik toch wel een heel erg bijzondere band mee. Telkens als ik mij meer afstem op een ander lichtwezen, komen de draken altijd weer terug in mijn leven. En ja, die energie, daar werk ik het liefste mee samen. ik zie de draak echt heel, heel super graag. Ik voel daar een heel erg diepe band mee. En ja, ik heb heel veel drakenkunst in huis. Heel veel drakenskunst, ook van, meestal van kristal gemaakt. Drakenbeeldjes, drakenkaarten. En ja, ik heb dan ook nog gisteren een ingeving gekregen van mijn gouden draak. Ik heb een prachtige gouden draak energetisch bij mij. Dat is mijn... een hoofddraak. Zij is ook een vuurdraak. En ik kreeg een ingeving dat ik dankzij dit kristal dus ook een heel normaal, heel snel en sterk contact met mijn energetische
gouden vuurdraken kan krijgen. Dus dat is ook wel heel erg fijn om te weten. Dat ga ik zeker ook nog wel eens testen. Door een ritueel te doen. Mij meer te verbinden met mijn gouden draak. En ja, een van mijn favoriet orakelkaartendecks. Ook met de prachtige drakenenergie. Dat zijn deze dus van Diana Cooper. Ja, ik werk heel veel met deze kaarten samen. Dat zie je ook in mijn leggings terug die ik in deze video's maak. Ja, die afbeeldingen zijn ook echt zo prachtig. Ja, dat is echt helemaal mijn ding. Hier heb je ook de prachtige gouden vuurdraak trouwens. Ja, ik werk heel erg graag met dit orakelset samen. En de drakenenergie is er ook heel erg duidelijk voelbaar op bij. Dus ja, ook heb ik nu onlangs nog een drakenboek besteld, die nu eind van deze maand uitgebracht wordt door een Nederlandse lichtwerker. Die ook heel erg veel met de drakenenergie samenwerkt. En ze heeft daar dus een boek over geschreven. Drakenkracht noemt het boek. Je kan dat altijd opzoeken en ook bestellen. Ik denk wel echt dat het wel de moeite waard is. En ja, ik wil mij dus helemaal verdiepen in de drakenenergie. Dus ja, natuurlijk heb ik dan ook voor dat boek gekozen. Ik ga er waarschijnlijk heel hard van genieten om het ook te lezen. Het prachtige drakenboek. En ik heb bij een andere een Nederlandse lichtwerkster. Heb ik nog een drakenbeeld besteld? Zij ging die dan voor mij maken. Het zou een aardedraak zijn, een groene draak, die ze aan het maken is voor mij. En die zou ergens normaal gezien, denk ik, in september of zo aankomen. Dus nog even wachten daarop, eventjes geduld. Ja, maar ja, ik kijk er heel hard naar uit. Ik zit helemaal in een drakenperiode. Ik ben heel erg veel met de drakenenergie. Bezig de laatste tijd weer en het gaat waarschijnlijk nog een hele tijd ook zo zijn. Zoals ik al eens heb verteld aan jullie, heb ik een heel erg sterke Keltische invloed in mij, ondanks dat ik dit nooit heb meegekregen in mijn opvoeding. Dus het is sowieso van vorige levens afkomstig, volgens mij. En ja, ik heb denk naar mijn gevoel ook in vorige levens ook heel erg veel met de drakenenergie samengewerkt. Ik voel mezelf ook een soort van druïde. Iemand die dus heel erg sterk met de natuur is verbonden, met de elementen, met de prachtige mythische wezens die ook verbonden zijn met de natuur, zoals de draken, de eenhoorns, de elfen, de dwergen, kobolden, trollen en noem maar op. Dat is een hele lijst. Ik denk ook dat de films van Lord of the Rings bijvoorbeeld, dat die ook heel erg in de buurt komen wat voor soorten natuurwezens er allemaal zijn. En ik heb al eens verteld dat het mijn lievelingsfilms zijn. Ik voel daar heel erg veel erkenning in terug. Die films voelen voor mij zo vertrouwd aan. Dus ik heb sowieso wel een vorige leven, dus ook al heel veel met de draken en met de natuurwezens en zo samengewerkt. Dat kan niet anders. Die invloed is zo sterk aanwezig in mij. En ja, dit wou ik toch nog vandaag graag even delen aan jullie. Omdat het nu toch wel veel nieuws bij elkaar is. En ik hou natuurlijk jullie graag op de hoogte van mijn pad en waar ik allemaal mee bezig ben. Ik geef ook graag. Ik laat je. Ik geef. Ik heb ook. Ik zou liefst ook willen dat ik jullie daarmee inspireer. Zodat jullie zelf deze prachtige energieën kunnen onderzoeken. En het zal jullie zo zeker verder helpen op jullie pad. Daar ben ik echt wel van overtuigd. Het brengt je heel erg veel bij. Het maakt jezelf veel sterker. Ja, ik kan daarover bezig blijven. Dus ik merk dat ik al bijna 10 minuten bezig ben in dit filmpje. Dus ik ga langzaam afronden. En ja, dankjewel om naar deze video te kijken. En ja, ik wens jullie heel erg veel liefs toe. En ja, tot de volgende keer.